De stilte van de berg omhult al haar geheimen. De fascinatie voor de groeven begon dus al op jonge leeftijd. Ik ben als jongetje van 8 jaar al met mijn vader meegekomen, die hier blokbreker was. Dus daar begint eigenlijk al het verbondene met de groeven zelf. En een aantal jaren geleden had ik de behoefte om toch nog eens een keer terug te kunnen komen en de werkplek van mijn vader op te zoeken, als ik die zou kunnen vinden. Nou, dat is een hele zoektocht geworden, want het is een hele grote groeve in 3 verdiepingen. En uiteindelijk heb ik die plek ook gevonden, maar tussentijds heb ik gezien hoe mooi deze groeve van binnen is. En toen had ik zoiets, dit moet echt naar buiten gebracht worden. In het boek vertelt Houten over de geschiedenis van de grot. Nou, het gaat uiteraard over de mergelwinning, maar na de mergelwinning en ook tijdens de mergelwinning heb je het volggebruik gehad. En volggebruik is het gebruik tijdens of na de mergelwinning in de groeven. En zo is men in het begin al begonnen met champignons te kweken. Maar het gaat steeds verder en ik heb zo'n 12-tal onderwerpen die in het boek beschreven zijn. Waaronder naast de champignonwinning ook de oorlogstijd. En dat zijn dan ook zijn favoriete verhalen uit het boek. Dat is de historie vanuit 1940, 1945. Het verzet heeft hier gezeten. En hier zijn ook Joep van Kot en Cenk Koenen, die geëxecuteerd zijn bovenaan de Kouwberg als verzetsmensen. Die zijn in deze groeven ook ondergedoken geweest. Ik heb daar bewijzen van. En de plannen die de Duitsers hadden, die heb ik ook helemaal boven tafel gekregen. Inclusief beschrijvingen van het productieproces, de inrichting van de fabriek, de motoren, watertappunten, alles wat je kunt bedenken zit in die plannen en is daar ook terug te vinden. Het is voor mensen niet mogelijk om de groeven in te gaan. Daarom is het boek zo belangrijk voor Houten. Het is een gesloten groeve omdat het een vleermuizenreservaat is. En er mag niemand naar binnen. Alleen bij hoge uitzondering kun je de groeven bezoeken. En er zijn zoveel wetenswaardigheden, zoveel mooie dingen terug te vinden in de groeven, dat ik het toch wel zaak vond om een boek erover te schrijven. En hetgeen dat daar binnen is ook naar de buitenwereld te brengen. Morgen wordt het eerste exemplaar van het boek uitgereikt. Alleen als je in alle rust zoekt, geeft ze beetje bij beetje geheime prijs.